De drukte op de A73 tussen Heumen en Kuik is vorig jaar uitzonderlijk fors toegenomen. Waar op de meeste andere snelwegtrajecten de groei van 2 à 3% genoteerd staat, gaat het op dit stuk van ongeveer 4 kilometer over maar liefst 8%. Door de economische groei zijn vorig jaar vrijwel alle snelwegen in Nederland iets drukker geworden. Op het stuk tussen Heumen en Kuik reden op een werkdag gemiddeld 72.700 voertuigen. Dat is 8% meer dan in 2016.